Welkom bij NL Series. Dit is alweer de vierde aflevering alweer van Game of Thrones. En het was Spoils of War, was het, heren? Spoils of War. En dit keer sluit ik met Patrick. Ja, dat ben ik. Nieuw gezicht aan deze tafel. Super nieuw. Bij series, je game even veel. Nooit gezien. En movies, denk ik. En movies. Daarnaast zit weer Bas. Hoi. En Sun. Ook weer. Dus voor de rest zijn we lekker nu met z'n vieren. Dus hopelijk nog meer input. Ja, hopelijk wel. En we beginnen eerst weer met een standaard vraag. En dat is gewoon even een algemene vraag altijd. Van wat vond je van deze aflevering? Ik begin nu met Patrick. Ik vond dit de beste aflevering tot nu toe. Van, dat wil ik zeggen. Van deze reeks? Van deze reeks. Ja. Van dit seizoen natuurlijk. Ja. Ja? Ja. Jij, Bas. Eindelijk wint mijn kant wat. Daar ben ik wel blij mee. Ja. Nee, maar qua actie. Dit seizoen veruit de beste. Ja. Okay. Sun? Ja, voor een goede aflevering. Mooie balans tussen een stukje verhaal en een stukje actie inderdaad. En de actie was ook gewoon niet alleen een simpel vechtscennetje, maar gewoon ook wel mooi, maar mooi scène. Niet al te lang, mocht niet langer, maar ik vond hem wel 10 minuten. Nou, ja, hij was wel, dat ben ik met Sun eens, dit was de eerste aflevering die om was dat je denkt, nee, dat kan niet, dat kan niet nu al omwezen. Volgens mij zit ik net te kijken. Ja. En dan denk je, fuck. Maar klopt ook, het is ook de kortste aflevering toen dit toe. Ja? Zijn we de kortste aflevering? Dus was dat niet mijn gevoel in ieder geval. Nee, dus dat is gewoon zo. Voor de rest, ik vond het ook een prima aflevering. En ik heb het Tarlys gezien. Die moet nog steeds bestreden worden, dus dat blijft doorgaan. Ja, dat betwijfel ik toch wel, of er veel Tarlys in. Ze waren er, dus voor mensen die terugkijken, ze waren er echt. Ze waren echt. Echt. Je kan ze op twee stellen. Kleinere schildjes, bruin. Ga goed zoeken. Oké. Ga goed zoeken. Oké, gaan we verder met het volgende onderdeel. Volgens mij kijk je de serie Vikings, met die kleine ronde schildjes. Volgens mij zit je hele serie in de serie. Oké, jongens, we gaan naar het noorden toe, naar Winterfell. Winterfell. Ja. Begin even met de Sim. Wat vond jij van Littlefinger? Dat is wel een van jouw fans. Zo, oké. Okay. Oh ja, je favoriete character, hoor. Wist je dit? Wat vind ik van Littlefinger? Ja, ik vond het een beetje raar waarom hij die actie bij Bran ging doen. Ik zie nog niet zo goed waarom hij hem zit te paaien. Waarom hij dat mis eigenlijk aan hem geeft. Want hij is overduidelijk dat hij hem zit te paaien. Maar waarom? Ja. Wat verwacht hij ervoor terug? Hij verwacht er hoe dan ook iets voor terug. Nou, wat hij zei, vond ik interessant. Hij zei Lord of Winterfell tegen hem. Ja, nou dat is wat ik ook inderdaad een beetje daarvan, misschien hoopt hij daarop en dat hij daarom probeert te paaien, maar... Hij komt nergens met Sansa, komt hij nergens. Ik denk dat hij via hem richting Sansa wil. Want dat is uiteindelijk, kan die cripple toch ook weinig, dus hij moet toch naar Sansa, richting Sansa. Ja, maar daar komt hij niet, hij continu zie je scènes met hem, dat hij met Sansa probeert invloed te hebben en Sansa is telkens weer... Weg jij. Ja, ik denk ook een beetje... Toch, ja. Dus dan gaan we het via de kleine naar Bessa proberen. Ik denk ook een beetje dat hij haar probeert te paaien door hem een beetje zeg maar, goed in een goed daglicht bij hem te zijn. Ja, omdat hij ook niet echt weet wat zijn krachten zijn. Want hij was ook verbaasd dat hij dat allemaal zag. Dat was zo mooi, dat zinnetje, dat Bran op een gegeven moment, zo'n halve quote, hè, Chaos is a ladder. Dat is natuurlijk de befaamde uitspraak van Littlefinger zelf. Ja. Ja, dus dat gaf hij mee aan dat hij weet... Wil dat nog niet helemaal doorgeven, maar Littlefinger zat wel een beetje maar zo. Wacht eens even. Want dan kan hij ook zien dat hij zijn pa heeft bedreigd met de dolk die hij net aan hem gaf. Precies. Wat een beetje ongemakkelijk is. Ja, want was dat de bedoeling van Littlefinger? Was natuurlijk die dolk aan te geven. Zie je, dit is dezelfde dolk waarmee jij bijna vermoord was. Ja. Zie je, en ik ga jullie beschermen. Met name jou, want je bent mijn dierbaar. Zo doet hij het ook. Zo wil het overkomen. Maar het werd ook eigenlijk helemaal omgedraaid van... Hey, door die ene zin van chaos is een ladder, dacht ik, fuck. Het heeft echt een heel Ik denk niet dat Littlefinger dat door heeft, want dat kan je niet beseffen bij jezelf. Dat zou toch gaat hij wel twijfelen aan wat. Dat wel. Er is hier iets meer aan. Maar er is geen enkele character die natuurlijk gelooft, tenminste zou denken wat Bran nu kan. Hij heeft het nu een aantal mensen verteld. Wat behalve Sansa met de hele ongemakkelijke... Ja, die gelooft het wel. Want vertel wat je kan, ik zag dat je verkracht werd. Ja, dat is een beetje een... Je zag er mooi uit. Ja, je zag er prachtig uit. Ja, ik vind... Hij speelt een hele rare rol eigenlijk, Littlefinger. Want hij probeert zich in een vaderrol te positioneren bij de twee jongsten. Ja. Terwijl hij zich in een soort echtgenoot probeert te wezen voor die ander. Althans, dat zou hij graag willen. Omdat hij toch een... Ja, maar dat is toch de vervanger voor de moeder. Waar hij natuurlijk gek van was. Ja. En daar heb je een klap van de molen. Wat ook een hele ongemakkelijke set was in de crypt met John. Ja. Die voor het graf van zijn vader zei, ik was verliefd op je moeder. En ik ben verliefd op je zus. Ja, dat zei hij niet letterlijk. Dat is wel wat volgens mij ook niet dat echt zo speelt. Dat weet zij wel donders goed. Nou, maar ik denk maar zij zei dat hij dom is. Nee, maar op een gegeven moment zei zij nog tegen hem van, ik weet wel wat hij wil. Ja. Nee, zij, hij wil nog keihard neuken. Precies. Ja, dat is zoiets een beetje, Maar even, dan gaan we even naar het crypt. Nou, dat is geen therapie. Ik kan gewoon een leuke zeggen. Daar gaat de helft van je publiek. Gewoon
Hey, maar... We gaan de christelijke viewers. Shit. Shit. Nou, dat is ook Game of Thrones. Denk ook niet eens te kijken, hoor. Nee. Dus. Maar even, dan ga ik van de Bas toe. Dat ik toch over het crypt heb. Dan gaan we kijken, de twee zussen bij elkaar. Ja. Dat is ook een bijzondere zin, toch? Dat is wel mooi inderdaad als verzamelplek, vond ik ook al. Ja. Ja, want in het begin kwam ze natuurlijk een beetje apart binnen. Dat ze niet herkend werd. Ja. Dat was een leuke, dat was een beetje komisch. Ja. Maar uiteindelijk, dat ze samen in de crypt waren, dat gaf het al aan dat ze het eigenlijk een beetje bonding hadden. Want eigenlijk... Het is een soort Stark homecoming. Ja. Maar even, ja. Bran is terug, Arya is terug. Nou, Jon die komt wel weer terug, mag ik hopen. Want ja, een van de eerste Kings of the North is die met zijn hoofd op zijn schouders terug naar het noorden gaat. Ja, dat zal de eerste worden. Ja. Is toch ook al een stap vooruit? Als hij tenminste weer terug gaat. Als hij weer terug gaat naar de winter, nou, waarschijnlijk wel. Ja, misschien gaat het wel een keer recht. Ja, ik denk het wel. Hij zal wel even hoi zeggen en dan doorgaan. Nieuwe voorraden halen voor naar de Wall. Ja, hij moet toch ook wel een beetje zijn onderdanen vertellen dat het allemaal goed is gegaan. Vonden jullie het niet minder emotioneel als toen ze de broertje zag? Nou, dat vond je het, dat? Ik vond het moment dat Sansa de broer zag, dat vond ik... Ik vond dat, dat zij emotioneler toen was dan maar, toen ze... Ja, was ook omdat de emoties een beetje eenzijdig waren. Ja, maar Bran had echt nul emotie. Het komt door de manier hoe je het ziet. Want die scène zit er ook een klein beetje dramatische muziek bij. En ze hadden ook iets meer samen, als je dat dan kent. Die twee zusters hadden heel weinig samen. Ja. En in die crypt was het gewoon volledig stilte. Hè? Er was geen muziek, niks. Dus dat maakte het heel kil, weer de ontmoeting, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Dat viel me heel erg op. Ik dacht eigenlijk dat ze inderdaad heel veel drama van gingen maken. Ja. Maar het viel me op, er is geen muziek. Er werden een paar grapjes gemaakt en toen was het knutseltje. Het leek wel een soort goede tijden slechte aflevering, leek het in een. Ja, daarom vond ik het, ik vond het moment... Die intro van Arya hielp ook niet echt met het dramatisch maken ervan. Dat was ook een beetje een comedische twist. Dan zat je er ook al anders naar te kijken. Ja. Want zo en zo, en dan ga ik tot het laatste onderwerp binnen Winterfell. Dat is natuurlijk het gevecht tussen Arya en... Brienne. Het was komisch, maar het was ook leuk. Je zag hoe ze allebei een aparte vechtstijl hadden. Maar het had toch een bepaalde ondertoon van... Maar dat was voornamelijk voor de mensen die toekeken. Van, ze is niet meer het meisje wat ik kende. Ja. Dat geldt voor ze allemaal. Ja, zoveel voor hem. Hij is helemaal niet meer. Hij zei zelf al van, ik ben Bran niet meer. Maar zoals Arya is ook, is ook niet meer het meisje. Ja, dat is gewoon een Stone Cold Killer geworden. Ja. Ja, en dat herkende nu voor het eerst volgens mij Littlefinger. Die zat een beetje langer te tunen. Zag dat, Ik dacht van, oké. Maar ik denk dat zij het ook wel eens zag. Ja, ze keken elkaar aan. Ja, maar dit was ook volgens mij denk ik ook de eerste keer dat Littlefinger haar zag. Want Littlefinger, toen hij nog in zoveel seizoenen geleden in King's Landing was, zij waren ervan in zijn algemeen van gedachten dat ze... Arya dood was. Ja, klopt. Dus nu, laten we zeggen, zoveel jaren, 6 jaar later, ziet hij haar denken en dan toch denken wij zo, heb ik het toen dus fout gehad eigenlijk. Oeps. Ja. Ik denk dat hij veel meer denkt, was ze maar dood. Ja, was hij maar dood? Was hij maar dood? En ik denk ook dat zij zijn ondergang wordt. Samen met Bran. Ja, er is te veel familie teruggekomen voor hem. Ja, want hij was eigenlijk hoefde alleen maar Sansa nog te hebben. En dat was klaar. Was hij king of the North? Maar nu is de hele fucking familie terug. Eerst kwam Jon, dat was al bagger. Toen kwam inderdaad Bran, dat was al helemaal bagger. En de tweede van, ene van die haat hem met haar leven, maar die andere twee die wil hem gewoon vermoorden. Dus maar kan niet zolang hij of te veel is, weet je wel. Dus Nou, op zich, want de eigenlijke leider van de veel is dat kleine rotjoch Robin. Ja, dus op zich heb je hem niet eens nodig. Die is makkelijk te manipuleren, denk ik. Ja, maar die valt dan op Sansa als een soort grote zus. Ja. Toch? Dus op zich heb je hem niet eens nodig. Als Sansa de kaarten goed speelt, maar goed, nu gaan we wel heel ver. Ja, dan wordt zij zo'n 8. Ja, dan kunnen we nog wel een uurtje praten, hoor. Oké, dan gaan we naar het volgende puntje. Ga ik toch eerst naar King's Landing toe. En met name dan de Iron Bank. Dat vond ik toch wel leuk om te zien. Met name het feit dat hij zei van... mijn schuld wordt niet terugbetaald. Mm. Sommige mensen zullen dat niet leuk vinden. Die vinden de rente belangrijker dan het terugbetalen. Tuurlijk, tuurlijk. En dus eigenlijk, dat is dus duidelijk iets wat... Klinkt als een bank. Ja. Maar wat hij wel zegt... Kijk, je krijgt onze loyaliteit, zo goud binnen is. Dus daar wachtte je continu op het moment. Dat goud gaat niet binnenkomen, dacht ik steeds. Nee, goud gaat niet binnenkomen. Want dat werd zo gezegd, goud gaat niet binnenkomen. Tot ze zei van, de gold is... Reach the gate. Van seconde 1 op seconde 2. En toen kwam nog een tussenzinnetje. Dat was heel interessant, van de Golden Company. Ja. Die we tot nu toe niet hebben gezien. Je hebt echt een boek lezen, dus jij kent de Golden Company. Is wel iets, dat is iets wat, hè? Dat zou er gat wel opvullen qua... grondleger. Ja, dat is het grootste en het sterkste huurlingenleger wat er bestaat op de hele wereld. Ja. Nou ja, dat zou meteen verklaren dan de rol van de Iron Bank, want die dan zo prominent opeens aanwezig is. Ja. Alleen wel raar, dat het is
mooi getimed, maar ik vind het raar dat je niks van ze hoort in de hele serie. En dan opeens, ik bedoel, je hoort wel van de Iron Bank, maar je hoort niet van de Golden Company. Maar is dat huurleger groter dan het leger aan de andere kant van de zee? Dat is ook wel de vraag nou. Daar betreft ook wel een aardig legertje. Ja. Op dit moment de grootste in Westeros. Veruit de grootste. Ja. Dus ik denk niet dat de Golden Company groter is. Maar en waar komt het vandaan? Het komt niet uit Westeros. Nee, het komt Essos. Ja. De Golden Company zijn eigenlijk Targaryens, maar dan van een andere kant. Van de verkeerde kant. Ja, bijna ook weer zeggen. Het is een branch family. Ja, en die kunnen elkaar eigenlijk niet uitstaan. Die hebben ook echt burgeroorlog gehad. En toen nog zijn een reden voor ze om dus bij... Ja, en toen zijn ze naar Essos gevlucht. En daar zijn ze als huurlingen de beste geworden. Ja. Alleen het boek, dat is wel interessant, in het boek komt er een ander personage. Griff of Eik. Ja, die komt niet in, in deze serie voor. Nee. Dus eigenlijk is het nog een derde Targaryen. Ja. Ze hebben Gendry een beetje in het begin geprobeerd die rol te geven. Maar Gendry hebben we natuurlijk seizoenenlang niet meer komt trouwens ook weer terug, blijkbaar. Ja, Gendry. Dus dan is er weer een Baratheon. Nou ja, misschien komt hij wel terug met de Golden Compass. Nee. Het zou wel meer het boek zijn als dat gebeurde. Ja, dat zou heel bijzonder. Ja. Maar dan zou die echt de rol van die Targaryen op zich nemen. Ja, ik geloof niet. Ik denk dat Gendry gewoon in King's Landing zit. En wat ze op dat moment heel erg zoeken zijn natuurlijk smeden. Want ze zijn ook die wapens aan het maken. Dus ik denk dat ze daarmee... dat is, maar gaan we nu gelijk door naar Dragonstone. Dat was iets minder dit keer probleem. Maar toch mag ook een paar dingen. Eerst even, voordat ik verder ga met Jon Snow en Daenerys, ga eerst even naar Theon toe. Want die kwam ook nog even binnen varen. Dat is een iets minder ongelooflijk nutteloos personage is dan. Ja. Ja, maar toch wel mooi neergezet voor hem. Mooi neergezet. Ja. Mooi neergezet. En ik denk dat het toch wel interessant is. Die gaat iets doen hoor. Die gaat een grote rol vervullen. Die gaat iets doen dat we niet verwachten. Anders was hij al lang dood geweest. Ja. Klopt. Ik denk, en dat ook omdat hij nog steeds vrij is, of nog steeds leeft. Voor zover we weten. Ja, denk ik. Want hij zegt, ik wil graag dat mijn zus gered wordt. Ja. Ja. Dus misschien komt daar toch een actie. Maar ik denk dat zodra zijn zus hem ziet, dat ze hem zo een ik denk dat hij zichzelf die gaat opofferen op een bepaalde manier. Nou, dat had hij het misschien moeten doen dan. Ja, maar dat hij toch een soort heldhaftige rol van, dat kijk dan, ik kan het wel. Ik zou me niet verbazen als hij straks de leader is. Hij is straks de basis over de shit. Dan zijn we het voor ook. Maar dat hele shit is niks waard. Maar goed, dat zou een mooie push wezen dan, als hij straks zijn oomje shit overneemt. En zijn zusters. Ja. Ja, okay, zijn er dan niet raar op te kijken, dat hij 100.000 keer de troon bouwt, maar niks gelukt. Maar dan ben ik toch bang wat er gebeurt als hij terug gaat naar Reek. Als je het hoofd bent van een deel van het Rijk en je gaat terug naar je bange Reek, help mama. Ik weet niet of dat gaat gebeuren, dat is een vraag. Ja, maar het viel me op dat hij niet helemaal toch weer terug was naar Reek. Nee, hij herstelde zich wel een beetje. Nee. Maar in principe heeft hij slim gedaan. Want we dachten eerst, hij gaat weer terug naar Reek. Hij vlucht. Ja, dat dacht je heel erg. En dan ligt hij op het schip. En dan denk je, oké, dan bevestigt het een beetje van... je bent een fucking coward, weet je wel. Maar nu gaat hij weer terug en nu zegt hij... Ik moet mijn zus redden. Ja. Dus dan is het, voorbedachte raden. Dan is het slim, ik kan niet winnen. Ik vlucht en ik kom terug. Ja, precies. Dus hij kan dat wel enigszins uit. Dat zijn ook heel veel mensen, hoor. Ook voor heel veel andere kanalen. Die zeiden ook van, als militair gezien heeft hij de juiste... Die kan niet van die fan winnen. Nee, maar ook omdat het dus ook in de situatie niet. Ja. Daar ligt nog een hele fliet. Ja, maar zelfs 1-1 denk ik niet dat hij van hem zou kunnen winnen. Maar dan nog, kijk. Dus dat is even Theon. En dan gaan we natuurlijk nu naar de twee eigenlijk misschien hoofdpersonages van deze hele serie. Johnny Sneeuw. Nou ja, ze gingen natuurlijk nu de berg in. En dan zagen ze eigenlijk het de aboriginals. Ja, precies, hè? Van, de muurschetsjes. Nou, het mooie was, zeg op een gegeven moment, even kijken naar die plaatjes. Want zo meteen gaan we hakken, dit is het er niet meer. Ja. Dus dat ik van al die archeologen die een paar eeuwen later komen, die dan in die wereld dat allemaal weer terugzoeken. Yeah. Godverdomme, ik zie niks meer. Maar. Pleiten, Dus, maar dat was wel even het punt. Maar het geval, het verhaal in. En wat duidelijker was dat... Het was natuurlijk weer een voorbode, net op. Dit zijn de echte tegenstanders. Ja. Je merkt ook dat ze toen al wat meer van... Ja, oké, misschien klopt het wel. Ja. Misschien dat alsnog met... But you have the kneel. Maar ze begint toch al een beetje van... Ja, of ze denkt, ik gebruik dit incident om nog even te zeggen... Kneel for me, then I will help you. Ja, ze blijft doorgaan. Maar ze blijft doorhameren. Ja. Ja. Maar ik denk bij mezelf... Stel dat hij zegt, ja, ik doe het wel. Ja. Weet je wel. Moet hij dan... En hij zegt... Maar eerst jouw leger met mijn battle en dan andersom. Nee, maar als hij al knielt, dan heeft hij niks meer te zeggen. Nee, dan is al zijn... Dat is waar, ja. Dus dat kan dus dan niet meer. Dus je moet en dan zal en ik dan niet... zegt ze, oké, doe maar al je armies maar. En ja, dan, dat zegt ze meteen dan. To the Ludoki met je ben je ook niet zo populair meer in het noorden? Nee, want die willen dus niet meer gaan naar het zuiden voor wat dan ook. Nee, dus dat gaat van de Mad King afstand. Ja.
Dus dat zie ik, dat zie ik niet gebeuren. Nee, maar dan, zie jij nog gebeuren dat ze elkaar neuken? Begint er wel een beetje. Ja, hè? Die kant gaan we op, hè? Ja, dat gaat nog gebeuren. Dat denk ik wel. Want ik zit dus denk ik op die aflevering te kijken. Wat nou als ze gewoon trouwen? Ja. Zou voor King en Queen. Ja, dan heb je ook. Dan heb je het probleem opgelost. Het is voor Targaryens is het ook heel normaal om met je zus te trouwen. Ja. Al is het een halfzus dan. Nee, dit is een tante. Tante is het. Ja. Dat heb je nog niet zo vaak gezien erin, maar dat is zo. Nou, dat is wel makkelijk, dat is wat meer afstand. En hij kan toch op knie gaan, maar dan als huwelijksaanzoek. Ja. Dat is een andere manier van knielen. Dat zou echt ongelooflijk zijn. Maar ik denk dat politiek gezien heb je al twee de problemen opgelost. Ja. Ja. En dan zeg gewoon. Alleen Jon Snow heeft er dan wel echt een hele heringzooi aan problemen bij, want dan is hij king of die... Maar dan wordt hij zelf wel schouder. Ja, maar hij wil helemaal niet op de troon. Als hij weet wie zijn achtergrond is, dan is hij ook de man. Ik vraag me af hoe dat naar voren komt. Waarschijnlijk via Sam. Maar als dat naar voren komt. Ja. Zou maar zijn als het niet naar voren. Want hoe lang is het geleden dat genoemd is? De laatste hint die daar gegeven is? Vorig seizoen. Ja. Laatste... En volgende aflevering krijg je dat hele ding met die draak. Ja, dan heb je de kans dat het nog weer belicht wordt. Ja. Nee, dan, dan gaan we eigenlijk gewoon, ik zag het met Sam deed nog wel leuk, maar dat vind ik niet zo spannend. Laten we gewoon gaan naar de scène van de aflevering. En dat is natuurlijk het gevecht. Ja, de battle. Even leuk, je zegt al, het goud was net op tijd weggeruimd. Okay, dat vond ik zo snel. Puur gevecht. Nee, maar de ene scène was het, zag ze lopen, pakt die het goud eruit. En de volgende scène, ja, het is binnen. Heb jij al met hem gesproken? Want wij hebben het hier ook vanochtend over. Over dat het duurt weken van die kant naar die kant. Alleen het leek wel of het binnen 3 uurtjes de pang daar was en het was... De vloot van Euron, dat zijn speedboat. Die kunnen echt 4 keer het hele eiland om in 1 loopje, maar ja. Maar ze kunnen toch gewoon over land kunnen ze van de ene kant daar naartoe, dat ging ze alleen in. Waarom met een boot niet? Oh, zo bedoel je? Ja. Voor mij is de gold in wagens weg. Dus dan zou je zeggen dat dit in wagens naar King's Landing is gegaan. Ja? Nee, hoe lang duurt dat zo'n reis? Maar dat duurt gewoon weken duren. Weken, ja, weken. Nee, 2 weken. Zouden we over 2 weken tijd kunnen ze weer oplossen. Ja, dus best wel snel heen de weer. Tijdlijn vonden we alle twee een beetje apart. Ja, klopt. Maar dat werd wel goed uitgelegd in zoverre dat er waren die voedseltransporten, die gingen weer erg traag. Want dan zei die Tarly ook van, hey, moeten ze niet met de zweep overheen gaan? Want ja, omdat de boeren moesten hun laatste akkers opleveren. Ja? Of laatste, ook die stoet ging te langzaam. Dus hij, ja, dat moest ook nog geoogst worden. Zo. Ja. Juist, ja. Ja. Want de rest, de graanschuren en dingen, die waren allemaal leeg gehad. Ja. Die gingen gelijk met goud in een beetje. Ja, ja. Die zien we ook in de... Ja, als het goed is. Er blijft geen karretje staan. Nee, maar als het goed is, zijn de graanschuren zijn allemaal leeg. Dit is enkel alleen nog wat geharvest moest worden. Ja. Volgens mij niet. Volgens mij was het. Maar die hele stoet ging ook langzaam. Ja, maar misschien te langzaam. Maar sowieso moet je zien, natuurlijk, als dit een gigantische stoet was, dat zijn niet 10 karren, dan niet 20 karren. Nee, maar ze hebben 10 karren, dus kapot gemaakt. Ja, precies. Ja. Dus er moet een gigantische stoet al aangekomen zijn, of half in de buurt van King's Landing. Als het goud net binnen is, het goud stond waarschijnlijk voorop. Ja. Maar dat betekent dat al het voedsel min misschien in of maar dat betekent. Dat ze geen voedsel dat zegt, hebben. Dat betekent dat de stoet net zo lang is als de rig. Je weet het niet. Je hebt het niet gezien. Dat goud binnen is de eerste car. En de einde car hebben ze daar vernietigd. Dan heb je al een lange weg, heb je 2 weken lang. Behoorlijk. Nee, die ging snel. Want die zag ook dat hij hup dichtgooide. Dus hup, deze moet gaan. En die ging ook apart van de rest. Die ging ook sneller. Ja, daarom dacht ik, is het maar 1 car met goud. Goudcar, dan vind ik het weinig goud. Dan is het goud. Voor pak ik zoveel. Om voor zo wel zo'n armies. Of een goudstaaf heel veel waard. Ja, dat zal wel. Of hun schild was een beetje van een tientje. We hebben daar geen inflatie, hè? Nee, maar als je, gewoon goudpompen. Nee, maar als je als de wereld. De hele wereld. De wereldvoorraad is niet zo groot van goud, hè? Het is ook niet een heel groot. En deze wereld heeft ook zijn eigen ding. Maar dus, ik denk, zeker in middeleeuwse begrippen. Is het voor elkaar voor goud heel veel waard. Het verbaasde me dat die familie zoveel geld had. Ja, maar ik bedoel, ze zijn rijk, maar ze hebben zoveel geld als de schuld van de hele Iron Throne. Ja, dan ben je toch rijk. Natuurlijk, maar dat is omdat je bent nou ook wel dood. Ja. Maar, Dus dat is een punt. Maar ja, dan krijgen we natuurlijk het gevecht zelf. Ja. Voordat we... Ze heeft zoveel karren. Ze hebben expres meerdere scènes laten zien dat die draak al die karren opdoet, toch? Ja. Hebben echt een stuk of 4, 5 scènes expliciet gericht op die karren. Waarom? Ja. Dan kun je 2 dingen zeggen. Of je kunt zeggen, dat is puur gewoon effect. Dat je gewoon die draak bij allemaal dingen explosie ziet, gewoon voor het effect. Of zouden we straks nog later iets kunnen horen dat er toch te weinig eten is? Ja, toch te weinig dit, dat. Nou, of dat zou het daarvoor zijn? Of is het een dubbele werk? Dat is een beetje denk dat het is. Ze hebben nou wel goud, maar ze hebben geen voedsel. Ja, dus moesten ze nog maar goed, met 10 karretjes opgeblazen, waar we het over hadden. Dan, nou ja, als dat het verschil dan moet wezen. Ja, dan maar daarmee dan kunnen dan ze heb je er sowieso niet zoveel van. Ja, maar er kunnen ook sprongen zitten tussen die. Ja, maar dan nog, kijk, met dat goud dus hebben. Zoals Cersei nou waarschijnlijk troepen moeten kopen en extra voedsel.
Nou, je bent op blut naar de troepen. Dus. Ja. Nou, maar aan de als je Golden Compass gaat innemen. Ja, maar toen zei ze ook van... dat was trouwens de eerste seizoen 1. Als het winter wordt, dan gaan heel veel mensen dood. Ja, zo ben je het. Maar dat is winter, toch? Ja, zo zei ze het ook. Dus haar maakt, alleen dat zei ze toen, toen ze nog een volgende. Ja, dat voedsel is ook helemaal niet bedoeld voor die burgers. Nee, voor de armies. Voor de armies, ja. Dus die hebben dat totaal niet. Die ze nu minder heeft. Ja, dus maar ja, de draakscène was natuurlijk schitterend. Dat hadden we verwacht. Ja. Field of Fire 2.0, zeg maar. Ja, dat is heel mooi. Hup, eerst een toegang. Dat was ook mooi. Dat was echt heel mooi. Mooi gemaakt ook, ja. En ik vond ook voor een voet goed neergezet, ja. Alleen, de kwetsbaarheid in de draak. Dat was wel spannend, hè? Ja, ja. Ja, en ik vond het persoonlijk, vond ik de uitkomsten van heel slecht voor de Lannisters. Ja. Want het liet wel zien, oké, die draak is kwetsbaar. Maar niet zo, het schot was mis. Dus ten eerste weet zij nou, oké, er is iets waar ik voor uit moet kijken. Dit is best wel kut. Nou ja, daar hadden wij het over. Hè? Want dat is natuurlijk... Dat is het punt. Dat is het punt. Want er is er niks kunnen doen. Nee. En dan, als we naar King's Landing hadden gaan en dan 25 van die dingen op elkaar toren. Of je schiet in één keer birdies uit de sky had je zo geschoten. Nou, een soort Blackfire of Blackwater Bay effect gehad met je draken. Maar ten eerste dat. Dus ze weet nou, oké, ik kan niet zomaar vliegen nu. Dus best wel bagger dit. En, maar ja, het had wel effect. Alleen niet zo heel veel effect, want hij stortte even naar beneden. Toen werd hij pissig en hij vloog weer door alsof er niks aan de hand was. Ja. Ja, hij had wel last, dat ging wel landen. Ja, toen dat ding eruit was, toen had hij... Nou ja, ze probeerde hem eruit te trekken. Toen kwam Jamie met zijn speer. Ja, die Jamie ook. Wat denkt hij nou? Wat zat hij nou te denken? Nou ja, zoals dus, die ding van... Nou ja, dat zou ze vermoorden toch ook? Gaat gewoon doen! Ja, hij is klaar mee. Hij is er klaar mee. Maar hij wilde haar vermoorden, niet de draak. Ja, dat klopt. Ja, kan nee, dat is niet worden. Ja, die draak kan niet. Nee, maar denk je niet, dat zou slecht zijn, hè? Dat zou een slechte keuze wezen. Als hij haar geraakt had, had hij lekker hem gek geworden. Die had gewoon alles. Dan had hij gewoon heel best trots. Dat is hem ook zo. Want niemand is die hem leidt. Ja, dat is ook zo. Dat zit wel. Dan heb je drie vrije draken. Ja. En ineens voor iedereen kloten. Ja. Nee, maar daar dacht hij niet aan. Hij dacht, we zijn allemaal fucked up. Ja, maar wat Sun ook al eerder tegen mij zei, als hij gewoon die speer had gegooid, dan had die draak hem niet. Want die draak die zag hem pas op het einde van, wacht, die wel gelijk. Als hij hem gegooid had, had hij hem geraakt. Ja, en zij zat ook niet op letten toen. Nee, want zij zat een speertje. Ja, maar het is zo makkelijk hoor. Het is een grote speer om die te gooien. Dat is niet makkelijk om een paard zitten. Hij is een warrior, kom op. Hij is een warrior met de verkeerde arm. Ik ken ook niet met mijn... Ik ben links. Ik kan niet met mijn rechterhand een speer gooien. Dan wordt dat maar niks. Maar mijn linkerhand raak ik hem wel ver. Ja, maar hij heeft wel nog de snelheid van het paard erbij. Ja, maar het is moeilijk hoor. Het is een lans was het. Dat kan je niet zo. Ja, het was een lange... Daarom ben je een kleine start. Ja. Jamie Lannister. Wat een kut, grap. Oh man. Nee, maar het was van een mooi gevecht, denk ik wel. Ik vond het ook mooi dat het vuur zo'n impact had. Het is niet gewoon een straaltje vuur. Nee, er zit ook echt kracht achter. Ja. Je zag ook die gasten, zag je ook gewoon in as. Zag je gewoon, meteen ook gewoon. Dat was in het hart van het vuur in as zagen. En die buitenkanten. Ja, die waren gewoon meteen weg ook gewoon. En dat is geniaal. Dan zie je hoe heet het vuur was. En de bepansering van de Lannisters hielp ook niet mee. Je zit gewoon in een oven. Klopt. Je bent gewoon dood. Nee, even, maar kijk, het was wel een goed gevecht. Het was niet zo goed als de Battle of Bastards. Ja, maar dat was meer persoonlijke gevecht. Dus dit was meer massa. Ja, dus dat was ook het gevecht van het seizoen. En vond je dat dit het gevecht was? Want ik vond, ik weet niet hoe die battle even of een naam heeft, maar degene tegen de White Walkers. Dat de White Walkers... Hardhome is dat. Hardhome. Ja, die vond ik... Dat vond ik de gruwelijkste die ik ooit had. Ja, dat is echt... Die vond ik zo mooi. Ja, want dat is de combinatie van massa, en maar ook gewoon wel de 1-op-1 gevecht. Ook omdat je gewoon voor die berg kwamen met z'n allen en daarna die gevechten one-on-one. Dat was fantastisch. Ook omdat je gewoon de paniek zag in dat gevecht. Ja. Omdat je wist dat ze niet konden winnen. Klopt. Dat is ook mooi. Dus dat zijn we, dus dit dan zijn we de derde gevecht dan van de hele reeks. Ja, maar dit wordt ook niet het grootste gevecht van dit seizoen. Nee. Maar even dan de conclusie van het gevecht. Jamie... Hij gaat natuurlijk het waterval zien. Ja. Nou, die gaat vissen vangen. Ja, wat gebeurt er? Ja, verzuipt hij? Nee, ik denk dat hij gaat redden. Zou wel een domme dood zijn. Ze hebben hem niet in het water gegooid om dan te dood te gaan. Dan hadden ze hem gewoon in as gelaten. Het zou een hele domme dood zijn voor hem om te verdrinken. Wat gebeurt er? Het is een aantal historische figuren gebeurd. Maar wat ik raar vind, hè? Die gozer die duwt om het water in, is je vriend. Waarschijnlijk was het wel. Ja, waarschijnlijk. Ja, maar ik denk het wel. Maar goed. Dan komen ze straks weer boven. En wie staan er boven? Ja, dat is de vraag. Dus die worden gevangen genomen. Toch? Dat kan niet anders. Als ze overleden, worden ze gevangen genomen. Als ze daar boven. Ja. Nou, dan worden ze waarschijnlijk niet vermoord. Omdat het nog een Lannister is. Dus waarschijnlijk heeft dat nog een beetje waarde. En Tyrion. Ja. Die zou ook niet blij zijn. Met en het is natuurlijk... het is toch... het is toch haar one true love, is het? Van Cersei. Dus ja. Daarom heeft hij waarde nog. Ja, maar ik denk ook... Tenminste, ik heb het idee... Want wat jij zegt klopt natuurlijk wel. Maar ik heb het idee dat ze er niet van plan zijn lang te blijven. Ze hebben
gewoon de slag gewonnen. En dan denk je dat ze weggaan. Kom, ja. We zetten teentjes nu. Ja, maar denk jij dat hij dan bewusteloos in het water ligt? Dat het dan een half uur duurt? Dat hij ik denk eigenlijk, dan... want ik kreeg het idee in eerste instantie boven, gewoon op het oppervlak, had ik het idee dat het een soort beekje was. Maar toen hij erin viel, was het heel diep. Dus dat vond ik heel raar. Ja. Maar ik denk dan, ja, het zal een soort riviertje zijn die er loopt. Dus ik denk eigenlijk dat hij een beetje spoelt en dat hij ergens verderop gaat. Dat is niet gevangen nemen. En dat hij een beetje zijn eentje, ja precies, en dat hij een beetje zijn eentje komt en dat eigenlijk iedereen denkt dat hij dood is. Ja. En dan weer 3-4 afleveringen over. Dat hij zo in shock is van die draken. Denk zoiets. Dat zou wel nep zijn, want dat is al een keer gebeurd denk ik dan, weet je wel. Of hij komt boven water. Heel lang duurde tot hij... Ja, okay. Niet gewoon normaal boven water. Of hij komt boven water en wie komt hij tegen? Jorah Mormont. En die neemt hem gevangen en die brengt hem naar Danny toe. Zo, dat zou wel wat zijn. Moet dat je zou kijken, wel mooi zijn. Ik ben beter. En ik heb hem. Ja. Dat zou wel een goede zijn. Zou wel heel toeval zijn. Wat zou toeval. Want hij komt daar helemaal, hij is überhaupt niet in de buurt. Hij, hij komt bezig Old Town met zijn vloot. Ja, komt nee, maar nee, Jorah. Die dus, Jorah, die uit Old Town komt. Ja, dus wat zou theoretisch kunnen, maar... Wat zou kunnen, wat ook een heel mooie knipoog zijn van volgens mij seizoen 4, is als hij toch boven water komt en hij weet, probeert ze weg te sluipen en Tyrion ziet hem en die zegt niks. Omdat het zijn broer is en hier een beetje gaan van ja, zou kunnen. Als we weer de goed mag om weer... En dit zie ik zeker gebeuren. Als het zo is, zie ik het zeker gebeuren. Ja, want kleine, die houdt veel te veel van zijn broer. Want hij zei ook Vol, ja, je zag inderdaad tijdens het gevecht al dat hij zat van... Moederliefde. En hij heeft ook wat nog te, hoe heet het, hij owes hem. Ja, nou, dan is hij weer zijn recht. Hé, maar dan gaan we gewoon naar het laatste segment van dit. En dat is natuurlijk volgende week, de verwachtingen. Patrick, wat denk jij? Moeilijk. Het kan alle kanten op. Als je hoort hoeveel wegen we al besproken hebben hier aan tafel, denk ik, nou, ga jij het maar gokken. Ja. Die voorspelling wil ik al niet maken. Laat ik het Kijk, ik vind een paar rare keuzes zitten erin. Ze voeren erg raar. De oorlogen die ze voeren zijn niet echt logisch en ook zeker niet uit een militair oogpunt erg strategisch. Dus ja, geen idee. Alles kan. Ik had dit al niet verwacht dat ze deze toets zouden aanvallen. Ik wist deze dat ze het wisten. Nee, dat is ook weer wat. Ja. Dus hoe weten ze dat die stoets daar die shit heeft gedaan? Ik heb geen idee hoe ze daar die informatie komen. Vorige week zei ik, dan waarschijnlijk komt Jorah Mormont, die is op weg terug. Dus ja, die ziet ze en die rent dan terug en die zegt, er is daar wat. Maar dat is niet gebeurd. Nee. Dus hoe je het weet, weet je het. Maar ja, dan zal Varys wel weer ergens nog een wat paar little birds. Wat kan gebeuren is natuurlijk dat als die aanval komt, toen tegen Olenna, dat zijn zo'n Raven natuurlijk verstuurd. Hey, loopt, let op jongens, ik wil aanvallen. Ja, dat had natuurlijk nu wel. Ja. Maar dat is niet, het is niet belicht hoe. Nee. En dat vind ik jammer. Ja. Ik bedoel, het had net zo goed kunnen zijn dat zij helemaal het land doorging voor de Unsullied. En dat ze toevallig, en dat ze toen aanvallen. Ja, ze weten zelfs dat had gekund. Ja. Maar volgens mij ze hebben het toch besproken voordat ze erheen gingen dat ze in ieder geval voedsel nodig hadden. Ja. Want volgens mij zei Snow zei dat tegen haar. Ze zei, wat zou jij doen? Toen zei Snow, een army moet er eten hebben, bla 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 bla. Nou, het eten is weg nu. En waar is het eten? Dat is alleen maar daar. Want dat haar adviseur van Cersei ook aanbevolen. We moeten vreten, dat is het enige stuk. Dus ik denk dat die dezelfde advies hebben gehad. En dat die ook vertrokken zijn. Ja. Omdat weer, maar niet, misschien helemaal niet gewoon toevallig dat die stoet er was. Ja, dat ze meer het gebied wou innemen voor het eten. Dat zou heel goed kunnen. En dat die stoet er was. Maar ja, dan misschien gaan we dat horen misschien niet. Het is ook misschien niet interessant. Ja. Bas, wat vind jij? Wat denk jij? We zagen het voorstukje sowieso die draak met Jon Snow. Ja. Dus dat... Maar je hebt de voorstukje al gezien. Ja. Ik heb niet de voorstukje. Nee, ik wel. Dat ik wil iets meer van voor. Ja, dat moet je wel gaan. Nee. Anders kan ik geen voorspelling maken. Jij maakt nu een voorspelling op de trailer die je van de volgende. Ja, van 20 seconden. Je ziet het echt 30 seconden. Niet alles misleid wordt hoor. Maar... En zoals we al een paar afleveringen terug hadden, is die trailer echt pure misleiding. Dus. Ja. Maar sowieso Jon Snow met die draak. Of dat ook echt al wat groots wordt waaruit blijkt, hé, dat is raar. Alleen Targaryens, of in ieder geval Valyrians kunnen dat, bla 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 bla. Misschien ben je er wel een. Dat, ze gaan naar het noorden toe. Zondag. Beetje jammer. Nee. Ze gaan naar het noorden toe. Ik hoop wat Unsullied weer te zien. Ja, dat werd ook een beetje aangekondigd. Ja. Maar ik hoop dat we daar wat van zien, want daar zien we te weinig van. En... Nou, die kunnen trouwens heel rustig teruglopen, hè? Want... Er is niks meer naar... Zo lekker tijd. Ja, ze kunnen sowieso richting de reach is gewoon... Precies, ik zou niet via de boot gaan, want dan... ik zou de pont even skippen. Ja, gewoon even van links hier lopen. Maar, stel ze gewoon met z'n allen op zo'n draak. En dan zie je aan het spoor gewoon waar ze al geweest zijn. Ja, dus dat kan. Ik had deels gehoopt dat er gewoon een pincer attack rond die convoy. Dat een Sully dat Casterly Rock kwamen. En die
Maar ja, dat is te groot. Nee, dat had ik gehoopt, ja. Maar dat gebeurt niet. Iets te veel tactisch. Nee, maar ik denk sowieso, ze gaan het noorden toe. Die draak met Jon Snow. Unsullied hoop ik. Want het werd toch wel weer tijd dat we tenminste wisten van... Oké, ze hebben het kasteel. Cliffhanger en daarna niks meer. Het is niks waard. Dus ja. Nou, nee, maar je zit wel aan de andere kant van het continent. Ja, klopt. Dus dat is lastig. Dus dan ben je van, oeps, mijn schepen zijn ook fucked. Je zal weer Euron zien, geheid. Het is te lang stilgelopen. Ja, de aflevering. Eén heel aflevering. Eén hele aflevering. Ja, van de weinigen die er zijn, is het best wel veel. Vind ik ook best wel lang. Oké, Sun, wat vind je? Nou, ik denk meer weer Noord te zien met de White Walkers. Dat we die dreiging toch weer gaan zien. Want dat we iets een beetje links laten liggen, heb ik het idee. Ook weer een aflevering onderbelicht. Ja, maar wat het rare is dus, ze zijn onderweg, dat bleek al wel. Ja. Maar hoe lang doen zij erover dan? Jones, ja, maar zij die zijn al hele legers, zijn al hele dingen weer geweest. Klopt, ja. En ja. Daar komt de en dat doet er gewoon gigantisch lang over. Ze kunnen ze alleen maar lopen als sneeuwt. Ja. En zij gaan soms nog picknicken en dan moeten ze even... Dat denk ik. Ja, maar ik vond ook wel mooi. De army wordt met thousands at a time stronger every day, zegt hij. Ja? Ik denk zo. Maar volgens mij... Ze komen niet uit de grond. Die army moet andere mensen vermoorden om... Hè? Maar het is een groot groep hoor, jongens. Ja, maar je ziet helemaal geen vernieling. Je hoort geen dorpen die verbrand zijn. Je hoort helemaal niks van wanneer... Want waar is... Ze zijn al in Westeros, toch? Ja. Of zijn ze nog niet in Westeros? Ze hebben de wal niet. Nou, ze zijn nog niet bij de wal. Maar dat gaan we waarschijnlijk wel zien. Dat ze bijna... Zodra ze in Westeros zijn, dan gaat de rest ook wat horen. Maar dat zei John ook al, ik weet niet of het voorstukje was of het einde van deze aflevering, maar dat ze naar Eastwatch gingen. Dat hij had gehoord dat ze naar Eastwatch gingen. Dus er gaat sowieso volgende aflevering, kom je bij Eastwatch. Maar ik heb het ook niet begrijpen hoor, want wat Sun zegt, dat is spijker op zijn kop. Want al die armies uit de Wildlings, die hebben de muren aangevallen. En ze waren allemaal lekker snel. Wildwalkers liepen bijna net zo hard als die Lombard, die gasten. En ze lopen bijna net zo hard als die Wildlings. Wildlings zijn al ik weet niet hoe lang al afgeslagen over de muren heen. Maar ze zijn al dood, ze hebben alle tijd. Wat kan, en dat is wel het, ze kunnen pas meekomen als het goud winter is. Dus niet overal is nog winter aangebroken. Nee, maar tot aan de wal wel. De wal, die hebben lang winter. Dus daar gaan ze gewoon naar een zwakke plek. Dus dat is strategisch. Waarschijnlijk zullen we volgende aflevering voor zien dat ze bij Eastwatch aankomen. Ja, nou, ik weet niet. Die muur is nu al, ik weet niet hoe lang op zijn zwakst. Ze wachten net zo lang tot er dus waarschijnlijk bij Eastwatch reinforcements zijn gekomen. En dan gaan we aanvallen. Ja, precies. Of we gaan aanvallen terwijl de reinforcements aankomen of zo. Weet je, iets in die zin. Blijf gewoon voor de muur staan. Je wacht, oké, iedereen staat op zijn plek. Ja, oké, we gaan maar. Je wacht gewoon totdat zij inderdaad om de hele muur staan. Ja, alles is geen battle. Maar ik denk wel dat het iets meer winter moet. Het moet, anders kan het niet gewoon. Ja. Maar in het noorden is het sowieso al winter. Jawel, maar dus daar moet zeggen, in de aflevering, in het seizoen gezien. Maar stond er dan in die titels steeds Winter is Here of staat er Winter is Coming? Nou, want als je zegt dat Winter is Coming... Nee, Winter is al hier. Ja, dus nou ja, afgebroken. Dat weet je eigenlijk al. Dat is eigenlijk de laatste vorige seizoen, ze werd gezegd. Toen die White Raven kwam, hey, Winter is hier. Het is winter, jongens. Ja. Hey jongens, ga afsluiten. Jammer. Anders gaat het weer, gaan we te vooruit. We kunnen er gewoon door blijven praten tot volgende week. Nee, gaan we niet doen. Heren, mag ik jullie weer bedanken. Alsjeblieft. Kijkers, leuk dat jullie gekeken hebben. En we komen volgende week weer terug. Hopelijk met een betere stem. En tot ziens. Doei.